Sjors, gefeliciteerd. Zullen we beginnen met de ontspannen gedeelte, de eerste 70 minuten? Ja, die waren heel ontspannen. Dat is knap van de ploeg, want ze hebben nu voor de tweede keer op rij onder zware druk heel goed gespeeld. Vorige week in Sparta waren we de enige wedstrijd. Van tevoren wist je toen als je een verlies, zei je laatste. Nou, van tevoren hebben we het gehad over de andere uitslagen van dit weekend. Mega druk naar PEC, winst, Willem II, vanmiddag winst. Ja, en dan weet je, als je vandaag niet wint, sta je weer voor mij op een degradatieplek. Van mij had je 17e gestaan dan. Maar je wist ook, als je wint, sta je 14e. En het was heel mooi om in de kleedkamer te horen dat ze dat vooral tegen elkaar zeiden van tevoren. Winnen is 14e. En dat zag je ook echt terug in het veld, vond ik, een ploeg. Wederom vol zelfvertrouwen. De ene naar de andere kans. Geen één bal op doel tegen gehad in de eerste helft. Dus ja, een ploeg vol zelfvertrouwen gezien. Ja, ontspannen. Kan een trainer ontspannen genieten die eigenlijk vol staat met degradatiestress? Ja, dan moet het wel eigenlijk 3-0 voor staan. Ja. Alles onder de 3-0 is toch moeilijk. Je kan wel genieten van momenten. Maar je denkt altijd na hoe de restverdediging. Hij is misschien geblesseerd. Wat zullen zij gaan doen? Dus nee, ontspannen was vandaag niet, maar hoeft ook niet altijd. Het enige wat je de ploeg kwalijk kan nemen is dat het niet 2 of 3-0 is voordat het slotoffensief komt. Hè? Het zweet op je vooraf moment. Ja, je maakt natuurlijk nog 2 andere goals die worden afgekeurd. Je hebt heel veel andere kansen gehad. Maar dan moet je er inderdaad één van maken. Tegelijk wordt dan vaak gezegd, als je hem zelf niet maakt, krijg je hem om je oren. Maar we zijn goed genoeg geweest om dat te voorkomen. Heb je wel eens gedacht aan 6 minuten extra tijd? Heb je wel eens gedacht van waar komen die vandaan? Ja, ik moet zeggen. Als je gewonnen hebt, interesseert het je niet meer, hè? Ja, ik vond het wel veel, maar als ik terugdenk, hebben we ook wel ons best gedaan om af en toe wat tijd weg te halen. Een minuutje extra nog in de tijd, het werd 6-7 minuten. Maar uiteindelijk heeft de ploeg dat heel goed gedaan en is het wel rommelig geweest. Maar heb ik voor mij ook geen hele grote kansen gezien. Mats Seuntjes, die goed kan lopen, kon helemaal niet meer lopen. Ik had hem ook nog eventjes over Dimitri Siovas. Dat had jij mij verteld. Die traint 1 keer in de 6 dagen af en toe, zei jij? Nou ja, kijk, hij is gekomen vanuit een hele rare voorbereiding. Hij heeft natuurlijk vanaf vorig jaar, ik geloof mei, tot hij bij ons kwam eind januari, niet getraind, niet gespeeld. Ja, dat weet je ook. Dan kan je wel in het begin op wedstrijden spelen, maar uiteindelijk gaat alles wat protesteren. En bij ons stelt maar 1 ding, punten pakken. Dus dan doe je in de week alles wat je kan met de medische staf om hem zo goed mogelijk voor te bereiden op wedstrijden. Maar dat is inderdaad niet de meest makkelijke voorbereidingsweek steeds voor hem om een zondag te staan. Maar ook nu speelt hij weer een heel goed eerste uur. Ja, maar klopt het dat hij last heeft van zijn knie, van zijn enkel, van zijn heup en van zijn kuit en van zijn schouder? En dat je hem af en toe gewoon zegt van 6 dagen niet trainen en toch spelen? Ja, 6 dagen is dat overdreven variant. Want als je tactisch traint, dan wil je hem erbij hebben. Als je spelervattingen traint, een heel groot wapen van Eagles. Maar dan moet je net wel gaan kijken met zo'n ervaren speler. Kan het denk ik ook. Hij heeft 200 wedstrijden La Liga gespeeld. Hij heeft tegen Messi en Suarez gestaan. Ja, dan kan je ook wat meer op ervaring doen. En de groep accepteert het daarom ook, want hij is zo goed. Maar dat is inderdaad wel maatwerk leveren, om het zo te zeggen. Dus nu moet hij weer eventjes een weekje hierbij komen? Ja, ik denk dat de fysio's weer heel veel werk aan hem hebben. En volgende week zie jij hem weer? Daar gaan we wel vanuit. Succes. Dankjewel.